Allereerst eerst even gefeliciteerd met de overwinning. Je hebt betaald voetbal gespeeld, dan vraag ik me af, hoe kom je bij Dio terecht? Hoe ben Dio kom? Ik was 2 jaar geleden gestopt bij Treffers en heb ik mijn trainingsdiploma's gehad. Belde Luc Maas mij op, waar ik mee gespeeld heb bij NEC een aantal jaren. Ik wou voetballen, heb ik in eerste instantie nee gezegd. Dat ik een trainingschap wou richten. En toen hebben ze een week later terug gebeld, hebben ze andere constructies van mij. Trainen van de A1, voetballen en een voetbalschool op mijn hoofdstad. Dus daarom ben ik hier gekomen en ik vind het zelf leuk om te voetballen, dus anders zou ik ook niet doorgaan. Oké. Hoe heb je zelf de wedstrijd ervaren? Hoe heb je zelf gegaan? Ja, dat is niet echt goed. Maar wij waren, ik denk, eerst al 25 minuten speelden wij wel aan voetbal. Maar de laatste 15 minuten, 20 minuten van de eerste helft gingen we een beetje mee in het spel van Driel. Een beetje op de niche, we scoorden ze vlak voor rust 2-1. En in de tweede helft was het eigenlijk veel op en neer eigenlijk. En we kunnen ook steeds maar op de niche blijven spelen. Ja, we hebben eigenlijk geen kansen weggegeven. Hè? Misschien een paar situaties die voor de goal misschien gevallen. Maar dan losten wij goed op. En als wij nog de kansen hadden benut, die voor de tijd, dan kan het 3-4 in. Maar uiteindelijk vind ik het wel een verdiende. Wat ben je van plan na 5 clubs voetballen? Ga je nog naar een andere club? Of heb je zoiets van nou hiernaast dat waar je kan? Het is 99% zeker dat ik stop als voetballer. Dus, maar ik laat al 1% over, dus ik wil me echt op het trainerschap. Ik heb in principe ook wel een functie als coach te spelen. Weet je, ik ben ook reden om 24 weken spelers te begeleiden. Dus nou, misschien kan het zijn dat als het af en toe is. Dan moet ik misschien kijken wat ik met die procent ga doen. Hè. Dit seizoen knallen dus en kampioen worden? Nou, de doelstelling is niet om kampioen te worden. De doelstelling is denk ik bij de eerste 4 te eindigen. En dan zien we wat schip wil in stand. In principe hebben we vandaag goede uitslagen gehad. Dus we staan naar bovenaan. Han, je hebt je eigen IJsselon in Lusse. Hoe combineer je dat met voetbal? Ja, s'winters is het niet zo lastig. Alleen soms wel, dan ben ik 7 dagen in de week aan het werk. En dan is het vaak van het werk naar huis, gauw eten of in de auto eten. En dan trainen op zondags hetzelfde eigenlijk. Zelfs morgens naar de IJsselon, is als klaar zijn, is middags voetballen, s'avonds naar de IJsselon. En nu is het wat minder vermoeiend. En, ja, het gaat dan iets makkelijker. En nu ben ik wel op het weekend in december. Vrij staat soms op de ijstaarten met de kerstmis. Dus kunnen mensen bestellen en dan maak ik het mooi op. En dan, zo combineer ik dat een beetje. En tot nu toe gaat het goed. Oké, top. Nou, helaas heb je de wedstrijd verloren. Ja. Wel sterk gespeeld, ook een keertje gescoord. Hoe heb je de wedstrijd zelf ervaren? Zelf ervaren. In het begin kwamen we voetballen niet echt toe. Toen we bij 2-0 achter kwamen, hebben wij de kop niet laten hangen. Dus we probeerden om zelf te gaan voetballen. Dat is aardig gelukt. En de goal viel eigenlijk uit een prima aanval. Met de spits aan spelen en dan Twan eronder. Die speelde door op mij. En ik maak hem in 2 instanties af. De eerste keer miste ik, kwam weer op de schoot wel erin. En de tweede helft was het eigenlijk hard werken en weinig voetballen. Meer lange ballen en we proberen dan een gat te vinden en te scoren. Het is niet gelukt, 1 keer, maar grensvlacht van buitenspel, dus ja, dan gaat het feestelijk niet door. Hey, het was inderdaad een paar keer wel een mooie kans gehad, vooral op het eind van de tweede helft goed aanvallend gespeeld. Toch een paar kansen gemist, lag het aan het veld? Of lag het aan de goede verdediging van de tegenstander? Nou, een combinatie denk ik. Het veld is niet al te best, het is zacht, dus je glijdt vooruit. Tijdens de wedstrijd zijn veel mensen uitgereden. En dat is toch niet altijd prettig. Want niet sta je op je benen en dan kan je voetballen. En, verdediging was dan ook goed. We hebben weinig kansen weggegeven. Eigenlijk maar 1, dat is die ik gescoord heb. En voor de rest hebben we niet echt kansen gecreëerd. Dus eigenlijk een beetje beide dingen. Je bent middenvelder en je hebt dit seizoen toch 7 goals gemaakt. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ben je gewoon keihard doorzetten? Nou ja, keihard doorzetten. Ik heb misschien een neus voor de goal, zoals het heet. Ik probeer altijd op de plek te staan waar ik denk dat de bal komt. En als die dan komt, dan sta je goed. En dan heb je kans als je scoort. En dat gebeurt vaak. Hartelijk bedankt en veel succes voor je. Ja, dankjewel.